Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is ervan op de hoogte dat als er een verbod wordt gesteld op het slachten van drachtige runderen, er een schaarste aan slachtvee zal ontstaan. Minister Prahlaat Seudin zei vandaag tijdens de behandeling van de ontwerpwet beperking slacht vrouwelijke runderen dat de overheid deze schaarste zal opvangen met de import van slachtrijpe dieren. Bij het voorgenomen verbod kan er wel een schaarste ontstaan, maar hierop zal worden ingespeeld door import van slachtrijpe dieren. En van vlees afkomst, of voor vlees afkomstig van rund. De import van runderkarkassen zal niet worden toegestaan. Volgens de bewindsman is de wet beperking slacht vrouwelijke runderen belangrijk in het kader van voedselzekerheid. Dus bij het importeren van slachtrijpe vee zullen er duidelijke criteria zijn waaraan potentiële importeurs aan moeten voldoen. Na de import zijn onder andere registratie van geïnteresseerden op het ministerie van LVV op een nader te bepalen datum. Dus er is wel een openbare inschrijving geweest. Er is nog geen overeenkomst getekend met degene die de laagste inschrijver was, omdat er nog hier en daar nog wat discussies zijn welke meer opheldering moeten geven. Tijdens de openbare vergadering van vandaag benadrukte de bewindsman dat deze wet bedoeld is om de veestapel in Suriname te vergroten.